Want ik ben jullie in een nieuwe video hier op het YouTube kanaal. Vandaag is dit een, ja, de eerste aflevering van een nieuwe serie op dit kanaal. De serie heet Van Niets Tot Iets. Hierin, in deze serie, ga ik in een aantal afleveringen proberen om een goed lopend bedrijf te stichten. Met de dingen die ik krijg, zoals hier de Combine. Treintjes. Nog een trekker. Nog een trekker. Nog een trekker. Met deze dingen moet ik een goed bestaan op gaan bouwen. Dus steeds meer uitbreiden, investeren. Leningen aflossen, et cetera. Goed, dan laten we denk ik maar direct beginnen met de eerste opdracht. Dat is het combinen van dit veld. Dit laten we natuurlijk gewoon lekker automatisch gaan. Dit laten we even lekker automatisch gaan, doe maar. Want dan niet. Oh, laat ik het uitvallen. Maar goed, als je deze video even een like zo achter wil laten, zou het super vet zijn. Wordt zeer gewaardeerd bij ons team. En zoals ik zei, nou laat deze lekker beginnen. Dan gaan we hiermee doen. Ah, deze ga ik hier echt mee doen. Ik denk dat ik bij deze gewoon even hier laat staan. Dat die wagen vol is van die combine. Kijk, ja, ik denk dat ik deze wel even aan het werk zet. Want het Nederland hoort ook tot ons. Dus daar kunnen we straks nog even inzaaien. Dan pak ik nou, even kijken, heb ik nog een wagen? Volgens mij niet. Heb ik genoeg geld daarvoor trouwens? Ik verwacht het wel. Even kijken hoeveel geld heb ik. Ik heb 11.000 hiervan. Kan ik denk ik zat een typetje kopen. Oh, alleen die. Nou, juist. Ah, ik zoek even een typetje om mee rond te doen. Ik denk dat ik gewoon die andere pak. Die gaat zo gaan. Dan ga ik deze even een paar rondjes toeren om geld te verdienen. Alles daar leeg maken. Uit die silo's daar. En uit die. Even leegmaken en dan weer geld mee verdienen. Als je het netjes wegbrengt, krijg je er geld voor. Dat is in 2013 ook al zo. Volgens mij in 2011 ook, ik weet het niet zeker. Volgens mij wel. Maar goed, dan zet hem hier even onder. En ik had dus eerst vanmorgen, op de dag dat ik het opneem, maandag. Het waren dus zeg maar lekker met een paar jongens, dus Leander. Ken jullie vast wel van het team. En samen met een vriend van ons. Zaten we lekker farming spelen, dan zei ik van ja, we gaan dit wel even opnemen, uploaden op het kanaal van ons, dus LTT. Ja, dat hadden we dus gedaan. Toen bleek dat mijn eigen geluid liep heel erg achter, dus wanneer ik iets zei, kreeg ik 20 seconden later pas antwoord. Terwijl ik eigenlijk in het echt, zoals tijdens de opname, kreeg ik gewoon binnen 2 seconden antwoord. En dat is natuurlijk niet zo heel mooi, dus ik dacht ik maak even gewoon een nieuwe... Ja, een nieuwe video dan. En dit had ik al langer in mijn gedachten, dus. Dit is de eerste aflevering. Nou, kijk, ik denk dat daarin brengt het niet naar de verwarmingsinstallatie. Zal ik daar aanzetten? We gaan even kijken. Ik hoop dat het accepteert, ik denk het wel. Maar ga je hier alleen maar houtsnippers heen. Ja, houtsnippers heb ik niet. Maar ik beloof jullie die multiplayer aflevering komt er nog zeker weten aan. Er moet alleen opnieuw gemaakt worden. Maar goed, het is een kleine moeite. Yes, volgens mij kon ik het hier keep ook niet. Ja. Mooi, klein stukje rijden. Wat daar. Nou, aardappels wordt niet geaccepteerd. Dat denk ik niet. Ik wou iets anders zeggen, maar daar laten we dat mee doen. Kijk, waar gaan we het dan heen brengen? Ik denk aan de molen dan. En waarschijnlijk vult je waarschijnlijk al op. Ik speel niet in hele hoge settings. Komt puur omdat ik dan makkelijker kan opnemen. En bovendien mijn computer is niet heel sterk ofzo. Hij kan farming draaien, dat wel, maar dat is de laagste resolutie. Ik ben ook wel het sparen van een grotere upgrade. Maar die laat nog even op zich wachten. Ik heb al bijna genoeg, dus wat dat betreft komt het wel uit. Maar tot die tijd zal ik het even met dit moeten doen.
ik denk nu, als ik zo meteen terug ben, dat die combine wel eens een beetje klaar is. Dus. Ik hoop echt dat ik hier wel kwijt kan. Anders moet ik helemaal aan de andere kant van de map. En zeker net niet op te wachten. Hier past het alleen. Nou! Ook hier wordt het niet geaccepteerd. Fijn! Biogas wel. Dan moet ik helemaal naar de biogas in kakken. Oh! Oh, dat kan ik wel redden, joh. Kijk, nu val je, dat bij mij nu direct opvalt als je het opneemt. Er komen heel veel, ja, van die doodstil momenten, zeg maar. En het kut is dat ik er niet uit kan knippen. Want het is een live. Ja, live. In ieder geval, het is, ik kan niet bijvoorbeeld hier nu met een volle wagen rijden en ik knip er een stukje tussenuit en het is een lege wagen. Dat is natuurlijk niet heel mooi. Dus ja, nou ja, daarom... Ja, je kunt natuurlijk niet iedereen heel snel aan het praten als je een onderwerp hebt. Maar gewoon in de, ja, ik ga geen spoilers doen, maar in die aflevering van, ja, waar wij multiplayer zitten doen, hebben we heel veel mice hustled. En ja, dat. Kijk, weet je hoe moeilijk het is om een onderwerp te verzinnen? Als je tegen jezelf praat, dat is het gekste nog. Ik had deze serie ook ja, eigenlijk al een keer eerder gedaan, maar dan mijn eigen kanaal. Die heb ik nu niet meer, maar maakt uit. Ik ben nu... ik deed aan YouTube, zeg maar. Nou, wil ik alleen nog video's maken voor Lomelijk Twenterland. Ik ben Jordi trouwens. Dat heb ik volgens mij een intro gezegd, ik weet het niet. Maakt verder niet uit. Ik doe het met je samen met zulke YouTube video's maken. En ja. Kijk, dit is hier wel accepteren. Jong. 42 door de bocht, uiteraard. Kan allemaal, ja zeker. Oh, waar kan ik ook opeens? Ga je nou menen dat ik hier alleen met de show voorbij kan? Ah nee joh. Oh, waar moet ik het nou heen brengen dan? Dat verzendkantoor of zo? Ik kan naar de andere. Hiernaast. Ik snap er echt niks van. Voor echt niet. Kijk, in 2013 kon je nog gewoon je wagen boven het punt gooien, zeg maar. Dat kan ook al niet meer. En wow, ik ben aan dit kant. En dit deel van de map is van nooit geweest. En ik speel, ik weet niet hoe lang farming. Plus 15 dan. Van de vakantie, ik heb nou vakantie, dus daarom heb ik ook weer video's gaan maken hier. Maar ik echt... Ik maak ziek veel uren op farming. Als ik ervoor betaald zou krijgen, zou ik een miljonair zijn. Zo wijze van. Nee joh! Waar? Wat? Oh, ik blijf echt de hele map rondtoeren zo, joh. Kerel. Ik word hier echt kwaad, boos, pisseling van.
Waarom schiet hij totaal niet op gewoon? Zucht, echt. Ben ik er al bijna, ja hoor. Graan ligt het volgens mij. Maar dat is graan, waarschijnlijk kan ik het daar niet eens neerkiepen. Echt, ik word echt boos op me. Ik hoop dat ik hier niet bij kom. Hé, weegschaal. Echt niet. Nou, wat weegt dit ding? 8688 kilo. Echt. Nooit. Dan kan ik het toch niet kwijt. Hé, hey, wat toevallig. Oh, echt. Ik ben echt boos, joh. Moet nou echt met het kleine kuttrekje helemaal naar het transportbedrijf. Oh, ik geef toe, ik ben aan dit kant van de map nooit geweest. Oh, tegenleggen. Ik weet dat het zo onrealistisch als maar kan. But I don't give a damn. Hey, een persoon. Ik kan het gewoon op een rijpje. Ben ik hier niet eens kwijt gaan? Eindelijk! Eindelijk kan ik het kwijt. Verdik, het duurde me lang, joh. 17.000. En dan goed. Geweldig. Dit scheelt echt zoveel. Hè. Kijk, ik ben gewoon de hele map doorgekakkerd. Voor dat ene kleine fucking vrachtje, echt. Wat een grote trombone. Ik weet toch veel makkelijker, joh. Ik ga echt gewoon teleporten. Ik ben helemaal zat van. Mooi. Ja, die is vol, I know. Kijk er eraan. Nou ja, goed, in elk geval, want toen was het, ik denk dat ik zo'n aflevering om af te sluiten, want het hele rondje is gekakt. Wat heb ik nou gedaan? In deze aflevering heb ik helemaal niks gedaan.